weten dat er minstens 30 miljoen geregistreerde ervaringen zijn van het leven na de dood. Van mensen die klinisch dood waren, die een kijkje hebben genomen in die hogere wereld, maar weer terug zijn gekeerd naar reanimatie. Bijna al die waarnemingen hebben overeenkomstige zaken. Daar wil ik het nou niet over hebben. Ik wil eigenlijk een melding maken van de ervaring van een vrouw die CEO was van 4 multinationals in Amerika. Die een vrouw van begin 40, die briljant was. Niet alleen in universitaire studies waarvan ze de 4 cum laude heeft afgesloten, maar ook in haar beleid, in haar economische en commerciële aanpak. En die toen ze nogmaals pas 41 was, al 16 grote bedrijven heeft opgericht. Deze vrouw raakt betrokken bij verkeersongeluk en is klinisch dood. Ze wordt met spoed gereanimeerd en met spoed geopereerd. En door een wonder komt ze na weken in coma te zijn geweest weer helemaal bij. En zij vertelt wat zij daarboven heeft meegemaakt. En ze was buitengewoon gechoqueerd. Eerst vertelde hetzelfde wat iedereen meemaakt. Namelijk dat licht aan het eind van de tunnel. En daarna is het allemaal heel erg blauw. En die kleur blauw is een blauw die enorme liefde heeft. Enorme warmte heeft. En zoals iedereen die dat ziet, wou ze eigenlijk niet meer terug naar deze wereld. Maar ze komt voor een hemels gerechtshof. En die sturen haar terug naar de wereld. Waarop ze zegt waarom. En de rechters daar die zeggen, je hebt nog niets gedaan in je leven. Helemaal niets. Ze is ontzettend gechoqueerd. En alles wat ik heb gedaan met bedrijven, met economie, met geld. Waarop die rechters zeggen, het enige wat telt hier is, heb je mensen vreugde gegeven? Heb je mensen liefde gegeven? Heb je mensen een goed gevoel gegeven? Dat is het enige wat echt telt. Begin daar eerst aan.